Oh, zijn we al bezig? Sorry. Ik was nog even foto's aan het kijken. Die heb ik vorige week gemaakt. En misschien doe je dat ook wel. Vakantiefoto's maken. Leuk weer terugkijken. Maar veel mensen, ik vind het altijd wel heel leuk. Heb jij dat ook gedaan? Deze vakantie misschien? Misschien wel, misschien niet. Maar veel mensen houden er wel van. Vakantiefoto's maken en ook heel snel, vaak dezelfde dag, nog even terugkijken. Maar je kan natuurlijk ook foto's van langer geleden bekijken. Ik heb hier bijvoorbeeld een oude fotoboek van mezelf. Ik weet niet of je het kan zien, maar dit ben ik als baby. Kan ik me natuurlijk niet herinneren dat ik erbij was, maar ja, als ik dan zo die foto's even zie, dan komt het toch allemaal weer even heel dichtbij. Kan ik me echt even erin leven hoe het toen was? Zo is het met het geloof ook. Als je bijvoorbeeld terugdenkt aan een mooi lied of een gebed dat God verhoord heeft, dan komt het weer even allemaal boven. Komt het weer even allemaal heel dichtbij, het geloof. Dat zijn dingen die jij hebt meegemaakt. Maar de Bijbel bijvoorbeeld, eigenlijk is dat ook een groot fotoboek. Er staan geen foto's in, maar er staat wel boordevol van verhalen van mensen over God. En wanneer je dat leest, dan komt het allemaal heel dichtbij. En dan weet je. Ja, God was toen zo, maar God is ook nu zo. Net als dat je als je een oud fotoalbum kijkt, dat het ook allemaal even heel dichtbij komt. En dat is de Bijbel. Maar je hebt nog meer van dat soort fotoalbums. Bijvoorbeeld de verhalen van je vader en moeder en misschien ook wel van je opa en oma. Zij hebben ook dingen met God meegemaakt. Heb je daar wel eens over gehoord? Vraag er maar naar. Vraag maar aan je vader, vraag maar aan je moeder, vraag maar aan je opa, je oma. Wat heeft u nou? Wat heb jij nou eigenlijk meegemaakt van God? En daar kunnen zij je ook over vertellen. Net als als ze een fotoalbum kunnen laten zien van toen ze vroeger nog een kind waren. Dat je daar ook even iets van meekrijgt, dat het ook heel dichtbij komt. Zo gaat het ook over verhalen van het geloof. Ervaringen die je ouders, die opa en oma, die andere mensen hebben. Het komt allemaal heel dichtbij. Net als een fotoalbum. En dan zie je misschien geen foto's, maar die verhalen, die ervaringen, die echt gebeurde dingen, brengt het allemaal zo dichtbij. En zo weet je steeds weer, God is er. En God zorgt voor mensen heel lang geleden, dat lezen we in de Bijbel. God heeft gezorgd, zorgt voor mijn vader, voor mijn moeder. En God zorgt ook voor mij, zorgt voor jou. En zo is het. En dat horen we ook in dit mooie lied. Zing en dans lekker mee. En we zien elkaar weer. Ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet nog van je vakantie. En tot ziens maar weer. Dag. Je bent uniek, heel speciaal en bijzonder. Je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder. Hij heeft je gevormd in je moeders buik. En na 9 maanden kwam jij eruit. Met alles erop en alles eraan. Dus geef hem alle eer, want hij heeft dat gedaan. Fun.